De brug over de Van de Hoogruitstraat, beter bekend als de Saramaca Doorsteek, is met ingang van vandaag voor een jaar gesloten. Hierdoor is de verkeerssituatie op de kruising van de Van de Hoogruitstraat en de Slangenhoutstraat aangepast. Journalist Richelle Magnac was ter plaatse en maakte het volgende verslag. Goedendag kijkers, ik sta nu aan de Slangenhoutstraat en achter mij kunt u de kruising zien met het Van het Hoogruitstraat. U ziet ook dat de verkeerssituatie hier helemaal is aangepast, omdat de brug, die we kennen als Saramaca Doorsteek, sinds vanmorgen is afgesloten, omdat het wordt gerenoveerd. Eigenlijk wordt er een nieuwe brug daar gebouwd en de brug zal afgesloten zijn voor een periode van 1 jaar. We hebben gehoord, of ja, vernomen vanuit de gemeenschap, dat de Indira Gandhiweg, maar ook de Sir Winston Churchillweg vanmorgen een enorme file heeft gekend. We praten met meneer Milton Kensmil, hij is de woordvoerder van KPS, over deze situatie. Het voornemen is er om op de meest cruciale punten of kruispunten om politieambtenaren te plaatsen als verkeersregelaars. Je mag nog zoveel politieambtenaren plaatsen. We kunnen politieambtenaren plaatsen over de hele weg doorlopen tot La Vigilancia. Maar inborst van de individuele weggebruiker, de individuele vier of meerwielige bestuurder van een voertuig, zal ook die medewerking moeten verlenen om daar waar nodig, om datgene te doen, die bijdrage te leveren, dat het verkeer vlot kan lopen. De politie heeft zich voorbereid op de verkeerssituatie. Echter merkt politiewoordvoerder Milton Kensmil op dat de situatie ook voor het korps nieuw is. Toch is hij niet ontevreden over wat hij vanmorgen gezien heeft bij de kruising van de Van het Hoogruitstraat en de Slangenhoutstraat. Kensmil is ook van op de hoogte dat er aan de Indira Gandhiweg tot aan de Helena Christinaweg een file was en aan de zijde van de Sir Winston Churchillweg mensen heel lang in de file hebben gestaan. Het probleem dat er is, is dat wij heel veel aansluitende wegen hebben. Zijwegen die aansluiten op de weg richting Dijkveld. We hebben veel aansluitende wegen op de Indira Gandhiweg. En het lastige van het geheel is dat je tussendoor mensen hebt die oversteken. Iemand die plotseling af moet slaan. Iemand die uit de aansluitende weg de hoofdweg op moet komen. Al dat soort zaken die zorgen voor wat opstopping. Ja, maar het is een situatie die op dit moment nog in die babyschoenen zit. Ik wil niet praten over kinderschoenen. Eerste dag babyschoenen. En ik denk dat na een dag, 2 dagen, dat we een beter beeld zullen hebben over de te nemen maatregelen. Kensmil zegt dat weggebruikers weinig tot geen gebruik hebben gemaakt van de Saronbrug als alternatief en doet daarom een beroep op weggebruikers om dit alternatief volledig te benutten. Verder zegt de woordvoerder dat het voornemen er is om meer politieagenten in te zetten op cruciale plekken. Echter moeten weggebruikers ook hun gedrag veranderen in het verkeer. De boodschap die ik geef is... U weet dat uw reisroute op dit moment beïnvloed is geworden door de bouw van de nieuwe brug. Dus ik adviseer, of de politie adviseert om 1. Een beetje eerder uit huis te gaan. 2. Onderling dat stukje hoffelijkheid naar elkaar toe te tonen. Ja, laten we gaan ritsen. Geef de ene de kans. Ja, zodat het verkeer vlot kan gaan lopen. Want soms gaat het maar om een voertuig die moet, een autobestuurder die wil oversteken van de ene zijde naar de andere zijde. En die medewerking wordt niet verleend. Dus dat stukje hoffelijkheid, laat dat prevaleren, laat dat de boventoon voeren. Maak gebruik van de alternatieve quarantainebrug, de Koezewijnenbrug, sorry. Koezewijnenbrug en de Saronbrug.
In de eerste dagen van de brugafsluiting zullen er steeds verkeersagenten aanwezig zijn om het verkeer zo goed mogelijk te begeleiden. Vanmorgen zijn er al volgens Kentwil diverse bestuurders op de bon geplaatst omdat ze